Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag, een nieuwe week en een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag dus. Nee, ik wil zeggen het is 2022. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. Ik ga vandaag weer lekker naar stage. Lekker weer het ritme oppakken, helemaal zin in. Ik ben vandaag wat eerder mijn bed uitgegaan, zodat ik lekker een rustig ochtendje kon hebben. Dus ja, ik ga zo meteen lekker naar werk. Ik ben op werk aangekomen en ik heb een mega surprise. Nou, ik wist het al, maar fucking leuk. We hebben dus voor ons, nou in ieder geval, Merel en Stiel hebben allemaal een scherm gekocht. En één van Saar. Ja, en ook één van mij. Dus die mag ik gaan uitpakken. Ik ga hem uitpakken. Yay! Leila, leuk! Leila is alweer gegroeid. Ja. Dat ik er zo lang niet heb gezien. Oh my god, ik ging dus mijn volg op Insta. Ja. Oh my god, jongens, kijk hoe ziek chill. Hier mijn laptop ernaast, maar die krijg je niet eens meer nodig. Weer een pakketje. Ja. En jij, kijk, dan staat het echt zo. En Merel, die is nu ziek helaas. Maar die krijgt dan ook de beeldscherm. Fucking chill. Okay, ik geef mezelf... En we willen ook zo'n onderzetter bestellen. En dan kan je dus dozen gebruiken. Want nu, als je, zeg maar, als je hem laag hebt, dan zit hij net zo. Maar je wil zeg maar zo werken op je rug. Ja, dat is beter. Het is inmiddels alweer avond. Mijn haar is zo vet. Gadverdamme. Maar ja, ik heb eigenlijk gewerkt. Ik kom thuis en toen ging ik editen. Maar ik ga nu naar Stan, want ik werk morgen thuis. Ik ga namelijk mijn nagels weer laten doen in de ochtend. Daarna ga ik even naar Stan's oma. En dan ga ik daar verder thuis werken. Meertje is helaas ziek, dus dat is echt kut. Dus en de rest van de meiden werken eigenlijk ook allemaal thuis. Dus anders was ik alleen met het zielkantoor. Niet dat het allemaal boeit, maar woensdag ga ik gewoon weer. Ik heb lekker mijn chill pakje aan. En mijn tas weer gepakt. Ik had dus deze tas gekregen toen ik allemaal dingen had gekocht bij de Sephora. Het is echt fucking chille tas. Dus die neem ik lekker mee. Ja, ik ga nu naar mijn auto. En dan ga ik naar Stan toe. Dan slaap ik daar gezellig. Echt op en neer. Altijd. Maar ja, op zich gewoon en dan gewoon dichter bij elkaar. Dus prima te doen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Super kut. Stan die is echt heel ziek geweest vannacht. Echt een soort buikgriep. Ik heb dat vorige weekend ook gehad na oud en nieuw. Maar ik dacht dat het gewoon van de kater kwam. Dat ik echt gewoon kater had. Dat ik gewoon kotsen en buikpijn had, weet ik het allemaal. Maar dat is dus gewoon echt buikgriep. Wie nagaan, je hebt een buikgriep met een kater. Nou, beter kan je het jaar niet beginnen. Maar mij pakken ze niet. Ik ben niet onderweg naar mijn werk. Ik ga namelijk mijn nagels laten doen. Dat heb ik misschien nog gezegd. Ik wil daarna eigenlijk echt naar de Starbucks. Alleen, dat heb ik hier dus niet echt in de buurt. Van waar ik mijn nagels ga doen, volgens mij. Maar ik weet dus nog niet dat ik voor mijn nagels wil. Maar ik was wel veel korter, want ik trek dit niet meer. Kut, heb ik nou een afslag gemist? Nee. Ik had het eigenlijk net met Anne over. Die was morgen naar werk. Maar hoe chill het is om gewoon lekker vroeg je bed uit te komen. Alleen het moment dat je je bed uit moet komen, dat is echt afschuwelijk. Altijd als ik wakker word, denk ik, ik ga al mijn plannen afzeggen. Ik ga niet naar werk. Ik ga helemaal niks doen. Ik ga alleen maar slapen. Maar dan ben ik zo moe wakker, terwijl ik op zich wel gewoon op tijd slaap. Ik heb wel gewoon 8 uur slaap, meestal 7, 8 uur. Dat functioneert prima op, want ik ben overdag nooit moe. Maar gewoon het punt om eruit te komen, oh, ik haat het. Maar als ik er dan helemaal uit ben, nou, dan voel ik me zo goed en dan voel ik me helemaal productief. En denk ik, yes, lekker vroeg. Het is nog een beetje donker, weet je wel. Ik doe wat met mijn dag. Heerlijk. Echt heerlijk. Dus ik wil eigenlijk gewoon elke dag proberen rond 7 uur op te gaan staan. Het wordt steeds makkelijker, want het wordt nu natuurlijk ook steeds lichter. En dan gewoon lekker rustig aan mijn dag beginnen. Lekker een boekje lezen, lekker een koffietje erbij. Gewoon heerlijk, even rustig de dag starten. Ik vind het nou zo chill. Ik heb dat ook een tijdje gedaan en toen ging ik ook sporten. Maar ja, toen had ik ook geen school. Dus nou, misschien als ik klaar ben met mijn stage, dan kan het wel op bepaalde dagen. Dat is wel lekker. Maar goed, ja. Ik ben even lekker aan het rijden naar stage en naar mijn nagels. En ja, ik ga denk ik vandaag een beetje voor Stan zorgen. Hij is echt heel ziek, dus dat is echt kut. Ik ga gewoon thuis werken, dus nou, dat komt sowieso wel goed. Nou jongens, ik heb weer lekker mijn nageltjes gedaan. Ze zijn mooi naturel roze kleurtje met een heel licht glimmertje erin. Heel erg, maar je ziet bijna niets. En ik heb fucking veel zin in koffie. En je hebt hier een Alfa, dus de barista. Dus wat ik wil doen is even naartoe rijden. En een takeaway koffietje halen. Daar heb ik echt zoveel zin in. Dus dat ga ik doen. Ah, yes! De barista was open. Ik heb echt een heerlijk koffietje gehaald. Ze hebben daar de caramellino. En dat is zo lekker. Ze schuimen die melk zo lekker op hier. En dan lekker zo'n karamelsausje. Echt, I love it. Dus ik heb even lekker gehaald. En nu ga ik weer naar Stan, want Stan is ziek. Dus ik ga zorgen voor mijn kleine zieke kindje. Nee. Ach, zelfs zielig. Alright guys, het is inmiddels alweer 3:30. Ik ben eigenlijk oh my god. Ik hoop dat het blijft aan. Ik ben 1 dag aan het werk bij Stan. Thuiswerken vind ik niet. Oké, ik hou gewoon vast. I'm done. Ik ben 1 dag aan het werk bij Stan. Thuiswerken vind ik saai. Ik kan ook hierop zetten. Ik hou van neerzetten. Ik heb een lekker kleedje erbij. Stan is nog steeds ziek, dus dat is echt super vervelend. Ik vind thuiswerken echt fucking saai. Echt. Ik ben zo blij dat ik gewoon elke dag naar kantoor kan. Alleen Merel en Stiel hebben dus waarschijnlijk allebei corona. Dus deze week moet ik thuiswerken. Morgen ga ik gezellig met Anne samenwerken, want anders ook een beetje saai. Ja, wij gaan lekker aan het werk. Living my life. Nou, yeah. Ja, niet echt zoveel aan toevoegen. Een beetje saai dag. Het hoort er ook bij. Ik heb zulke drukke weken gehad, zoveel gedaan. Dus dat zit er ook wel eens bij en dat is niet erg. Maar ik ben altijd aan een soort bang als deze week voor gefaald is, dus mag ik niets leuks doen. Dat is ook gewoon mijn leventje. Januari vond het altijd een beetje een saai maand. Niks om naar uit te kijken. Lockdown, kut weer. Eigenlijk alleen maar kut. Maar we beginnen het jaar positief. Vooral met heel veel positief coronatesten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag alweer woensdag. Ik ben helemaal ready. Ik heb vandaag een beetje uitgeslapen. Merk ik gewoon dat ik het nodig had. Ik sliep gisteren echt al om 10:30, super vroeg voor mij doen. En ik heb echt tot 10:30 uitgeslapen. Dus ik had het gewoon nodig om even lang te slapen en whatever. Ik ga nu naar Anne, want we gaan gezellig samenwerken. Ik heb mijn haar eens een keer vast gedaan, want ik doe dat dus nooit. Maar misschien is het al hartstikke leuk. Tadam. En dit is de outfit of the day. Ik heb een blouse aan van Naked. Deze is van Chiquel. Deze riem is ook van Naked. De broek van Annem en schoenen ook van Naked. Dus ja, echt zo'n, eigenlijk een beetje een schools outfitje. Maar ja, wel leuk. Ik vind mijn haar wel leuk even een keer. Ik vind het wel leuk even een keer wat anders. En ik heb het een beetje gefeund. Dus ja, een keertje wat anders. Leuk. Ik ga nu snel naar Anne toe, want het is alweer 11:30. Let's go. Het weer is echt afschuwelijk. Het is alleen maar aan het waaien, aan het regenen en boep, 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 boep. En Nina heeft corona. Zo kut dit. Nou, ik ben gezellig bij Annie Wannie. Ze zijn samen aan het werk. Nou, zoveel gewerkt hebben we nog niet. Het is 1 uur, maar maakt niet uit. We hebben lekker lunch gemaakt. We hebben lekker een wrap met mozzarella. Wat hebben we nou? Mozzarella spek. Oh, we hebben ook die spek erop. Oh ja. En we hebben een wrap met zalm en Philadelphia en guacamole. Fucking lekker. Sarne natuurlijk wel ik dat. Toen nog een keer. Saar, doe je net wel. Kinderachtig gedoe. Ja, dat is anders. Ach! Teringvet. Maar kan je niet iets van het echt zoet? Jij wil niet tellen erop, hè? Noord. Zuid-Amerika, die is ook oogjes. Zuid-Japan, Zuid-Azië. Nee, maar Zuid-Korea. Ja, Zuid-Korea. Sorry, shit. Waar komt Joden vandaan? Israël. Ja, dom. Je kan zeggen Jodendol. Nou, vertel gewoon wat is gebeurd. Lieve kijkers van Paul Pizza Tales. Weet je wat ik vind? Altijd mensen gaan praten. Er is net iets heel ergs gebeurd. Nee, sorry, ik word even. Ik word ook gozer. Nee, knip even weg. Het gaat weer. Ik heb net mijn eerste vlog gedaan. Mijn eerste pizza vlog. Mijn eerste pizza vlog gedaan. En die is per ongeluk, door de fout van de technische staf, is in slow motion gefilmd. Zonder geluid. Zonder geluid. Maar we gaan weer even terug naar het voorstelrondje. Mevrouw uit Noord-Holland, ofwel West-Friesland. Noor van den Berg. Mevrouw van der Wijn. Anne Sassen. Heel verlegen op de camera. Snackie Sasbaar. Snasbaar. Snasbaar. De vlogster zelf. En Anno. Leuk groepje. De vlog is bijna identiek aan net. Ik weet niet waar hadden we het net over. Dry January. Oh ja. Ik vind nog steeds... Zijn er wel 4 flessen wijn op? Wat vind je? Een liedje. Ja. Zij is nog steeds goed bezig en hij ook. En jij? En jij? En ik niet. Ik heb op 5 februari besloten om hem mee te stoppen. Februari? Januari. Dat vind ik een goeie. Januari. Ik trek er nog 5 dagen door. Ja, is naar links, want ik word hier helemaal... Omdat, ja, waarom zou ik? Dat is toch niet leuk? Geef goede dag. Onder groepsdruk. En je moet jezelf... Anne. Ik wil dat Paul even een paar shoutouts krijgt voor de hele goede pizza's. Shoutout naar mij. Nee, hey, maar aan mezelf. Ja, zo. Lief dat je dat doet. Je zit jezelf. Hoezo mogen jou volgens mij? Ik geef mezelf een shoutout. In 2023 zijn we terug met de nieuwe Dry January vlog. Je hoopt dat het wel gaat lukken. Wordt vervolgd. Pizza's waren heel lekker. Dankjewel. Allemaal voor de liefde. En morgen gaan we zwemmen. Ja. Wordt ook gevlogd. Nieuwjaarsduik. Nieuwjaarsduik. Voor later nieuwjaarsduik. Zal ik naar kantoor gaan? Ja. Iemand hier. En ik ben het even kwijt, jongens. Plankenkoorts, eerste vlog. Een beetje. Ja. Oh. Het is vandaag donderdag. Ik heb een of andere idioot naast me. Stan, ik en Paul. Paul kennen jullie nu wel door de vlog van gisteren. Gaan vandaag zwemmen bij mij achter. Ik woon dus aan het water. Ik woon dus aan het waterhuis op Heetans. En het is nu, hoeveel graden is het? 3 graden is het water. En ik heb mijn bikini aan. En badjassie. En Paul die is hier heel goed in. Die kan gewoon minuten zwemmen in het water. Echt niet normaal. Ik denk ook maar 30 seconden dan. Maar het is een soort van nieuwjaarsduik idee. Het is dus heel goed voor je immuunsysteem. Echt gewoon een booster van woe, even in het koude water. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn met Paulus. En we zijn bij het water. De zon schijnt wel. We gaan dus het water in. Ik heb nu al bevroren tenen gewoon. Maar goed. Ik ben zo benieuwd. Jongens, Paulus die zit gewoon al. Die normaal. Al. Even kijken. 2 minuten. Holy shit. Ik weet niet hoe ik dit kan hoor. Oh my god! Is dat filmen? Wow, ja. Nu voelt het echt fucking gaar. Nu voelt het gewoon normaal. Echt? Ja. Okay. Hij filmt hoor. Ik probeer ademhalen letten. We blijven ademen. Kom op, Saar. Mijn knie. Het lijkt best rustig. Nu is je op 2. Netjes hoor. Lekker hoor. Oh. Oh. De hele lichaam is gewoon rustig. Waar is je handdoek? Oh, dat. Ja, je moet gewoon je lichaam uitschakelen. Oh my god. Wat een bizarre ervaring was dit. Mijn ouders hebben dit wel eens vaker gedaan. Die doen het nu wel vaker in de ochtend. En Paul, waar we mee dus gingen, die doet het ook vaker. Die is gewoon 5 minuten in het water geweest. En ik heb dit nog nooit gedaan. En het was zo koud. Maar ik vond het zo bizar leuke ervaring. Ik ben uiteindelijk 2 minuten geweest. Ik wil van het weekend weer gaan. Het is dus echt vet goed voor je lichaam om zoiets te doen. Maar what the fuck. In het begin was ik echt in shock. Ik zat echt zo. Ik kreeg gewoon geen lucht. En op een gegeven moment zei Paul, je moet rustig inademen door je neus en door je mond. Dus ik zo. En op een gegeven moment zat ik daar zo chill. Ik zat echt gewoon zo. In het water. En ik dacht alleen maar, mijn hoofd staat los van mijn lichaam. Mijn hoofd staat los van mijn lichaam. Ik voel mijn lichaam niet. Ik voel me niet. Het tintelde helemaal aan. Oh my god. Het was echt niet normaal. Ik heb echt een soort mijn hand gekneusd. Ik heb namelijk vanochtend Stan per ongeluk ik wilde hem wegduwen of zo. En hij deed zo met zijn knie. Dus ik kwam echt keihard zo met mijn hand op zijn knie. En het doet zoveel pijn. Je ziet er niks van. Maar oh, het beweegt het zo fijn. En aan het editen gaat gewoon bijna niet. Het was echt heel leuk. Ik raad het aan om mensen te doen. Ik vond het echt heel leuk om te doen. En ik ga het sowieso vaker doen. En ik voel me helemaal energized en goed reset. Ik voel me helemaal top bij. Dames en heren, appels en peren. Wat zie ik er groot uit. Mijn hand is nog steeds gekneusd en verlamd. Ik ga pizza maken! Ik heb gisteren ook al pizza op, maar we gaan nog een keer pizza eten. Zo, dit ziet er niet goed uit hoor. Nou, whatever. We maken het altijd met plat brood. Dat is heel lekker. En ik heb hier mozzarella, pesto, tomaat, paprika, bosui. En ik maak het zelf een sausje van aardappelpuree. Maar goed, ik ga eerst dit allemaal even snijden en zo. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. Het is alweer vrijdag. Nou, niet normaal. Ik wil de dag beginnen met een leuke mini-unboxing van Douglas. Ik heb daar wat dingetjes besteld. Er zit ook iets voor Anne tussen, want dat heb ik ook voor haar besteld. Ik was met haar, dus ik ga dit bestellen, weet dat ook, dus ja, is goed. En ik ga Anne zo zien, want we willen zo meteen naar het strand gaan om te wandelen. Dus dat is very nice. Mijn hand gaat wel iets beter. Ik ben daar iets beter mee wakker. Het doet nog steeds wel pijn, maar het is niet zo erg als gisteren. Het is zo kut als je rechterhand is en je bent rechts. Dat is niet te doen. Oeh, here it is. Kijk, ik heb Hyaluronic Acids. Nou, nog een soort. Ik had dus de niacinamide en ik had op TikTok gezien dat iemand deze hiervoor gebruikte. Dus dat ga ik ook doen. Thanks to TikTok. Dan ga ik allemaal shit bestellen wat ik eigenlijk niet per se nodig heb. Maar deze heeft Anne nu dus ook. Dus. En van Clinique. De Blackhead Solution. Dit zag ik op YouTube video. Bij een YouTuber. Zo, hij is teringrood. Ik had het niet zo groot verwacht. En ja, dit helpt dus om je blackheads te verwijderen op je neus. Er komt een soort spul uit. En dan kan je dat... Het heeft een soort rippels. Dan kan je het dan daarmee goed... Nou, ik heb zoveel blackheads heb ik niet. Maar ik irriteer me er soms wel aan. En het wordt een soort warm. En het is best om onder de douche. Want ga je poriën openstaan. En dan... zo dit te gebruiken. Benieuwd. Ik ben helemaal benieuwd. Het was echt fucking duur. Echt €25 of zo. Is it better work? Ik ben met Annie Wannie. We zijn helemaal ingepakt. En we zijn in Noordwijk. En we gaan lekker wandelen op het strand. We dachten we willen even een frisse neus halen. Ook al waait het en gaat het regenen. Dus zaterdag is echt fuck it. We gaan het gewoon doen. Ook al gaat het regenen. Ja. Het gaat. Kut, ik heb geen handschoenen. Dat is heel slim. Slim hè? Nee. Oké, Anne en ik, dit is waar we net langs liepen. We lopen nu zelf de kant op dus net. Oh. In de Westfield Mall. Want we wilden hier even eten halen, maar echt superveel is dicht. Maar op de site stond dat het open was voor afhaal. Maar dat is het niet. Heel de bovenliggende dus we gaan naar de McDonald's. Surprise. Wel zin in eigenlijk. Ik ook, maar ik wil eigenlijk hier... Daar zit hij. Ja. Maar gaan we dan een driveje? Ja, dat is wel lekker. Drive. En je kan nu ook zo'n tasje halen en dan meenemen, maar dat is iets dan. Ja. Ik wil eigenlijk wel even iets halen en dan daarna drive. Ja, ik ook. Even iets kleins te snaaien. Het is wel weer laat, ik heb honger. Snaaien. Maar we hebben echt super lekker gelopen op het strand. Dat is echt heerlijk. Oh. Even lekker uitgeleid, hè? Ja, heerlijk. Gaan Gaan we nu hierheen of het is naar buiten? Oh, kut. Oh. Nee, hier moeten we niet heen. Ik snap het niet meer. Help. 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 Jongens, het is niet normaal. We kwamen gewoon een sushi tent tegen. Nou, Wils kent, wij gaan sushi halen. We hebben hier lekker gyoza's. We hebben hier lekker dit is warm. Dit gaan we eerst doen. Een itoshiro en van die bouwbuns. Oh, lekker. Oké, we hebben hier een bakje soja. Bakje? Een mokerbak. Waar zijn de stokken dan? Oh, hier. Oké, jongens, dit mag niet omvallen. Ik weet niet hoe ik tegen jullie zeg, maar dan moet ik eerst tegen me. Hoe gaat dit niet omvallen, zeg maar? Deze, daar gaan we echt mee beginnen. Ja, start it. Maar ik wil eerst even sojasaus en zo. Gember, you know. Ik ben blij dat we allebei zo'n bouwbun hebben. Ik ook. Dit moeten we delen, ja. Ja. Hier is een half appel, ja. Ik zal het met mijn motor. Ik wil ook. Lekker. Normaal. Ik moet eigenlijk ook even een bakje eronder. Zo, is ook best wel een beetje pittig. Nou, dit is zo lekker. Wat zit erin? Zalm. Krab. Krabzalm. Dit is hier ook echt mogelijk aan. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Het is wel een aardige hap dit, hè? Ja. Hij is fucking groot. En hij vult heel erg, want hij is ook gefrituurd. Sorry, dit gaat niet goed. Dit vind je toch niet pittig? Nou. Ik ben niet zo'n Surinaam als jij, hè? Ja, ik weet ook niet waar dat opeens vandaan komt, dat ik fucking goed tegen pittigheid kan. Mijn ouders, mijn vader houdt er op zich wel van. Ja? Ja, ik kan ook wat. Ja, dit is dus zo kut. Niet helemaal lekker. We eten eerst gewoon heel deze rol op. Ja. Dan volgen naar de volgende bak. We staan hier ook gewoon in het parkeergarage van de Westfield. Nou, sorry hoor, maar ik heb wel een klein pittigje in mijn bek. Nee. Ja, ik heb heel veel wasabi nu. Oh, moet ik die mokerbal? Ja, ik had net die andere kant. Oh, god. Deze pak ik gewoon, hè? Ja, dat lijkt net een cookie. Cookie dough. Zo. Lekker, man. Cookie dough. Lekker zat? Hier had ik... Ja, is dit enig soja? Ja. Oh nee, dit is niet goed voor ons. Nu had ik zin in zonder dat ik wist dat ik er zin in had. Ik ook, ik dacht ik heb hier helemaal geen zin in, maar toen het bestelde dacht ik zo. Niet normaal, maar dit bakje ziet er ook goed uit. Besef dat die rol even duur is als dat bakje. Klopt, deze rol is net zo duur als die hele, met allemaal verschillende. Yo, zet je tussendoor. Ja. Oh, hier hebben ze nog een lekker sausje bij. Maar ook wel heel karig. Ik zat al te bedenken. Oh. Denken. Dit wordt een saaie vlog. Die maakt wel leuk. Nou, ik heb het gedaan deze week. Oh ja. Nou. Wij, jongens, wij hebben het bedacht. Heel misschien. Niemand weet het nog. Niemand uit ons leven weet het nog. We heel misschien morgen gewoon naar Antwerpen gaan. We gaan gewoon rijden, een hotelletje boeken. Dus let's go. We gaan niet shoppen en al dat. Misschien een paar winkels in. We gaan gewoon chillen en het eten. Eten, chillen, slapen en weer terug. En ik heb Dry January, nou leuk. Ja, dat zou echt... Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat doen, want ik denk dat het echt heel veel mensen dat doen. Ja. Zo, ik ga naar Antwerpen en ik ga daar gewoon niet drinken, ja. Dan is het juist leuk om een flesje wijn te kopen voor de hotelkamer. Ja, of ik moet nog naar huis rijden in de avond. Laat. Oh ja, kan ook nog. Dan hoef je niet per se een hotel. Dan kunnen we altijd ook daarna nog wat doen. Maar weet je, het probleem is dat best wel veel mensen in onze buurt hebben corona. Ja. Dus daarom dachten we gaan weg hier. Ja, want er is hier letterlijk niks te doen. En anders wordt het een weekendje in de jacuzzi zitten. Ja. Dan denk ik dat ik alleen maar jou in stand join dit weekend. Gewoon nou, oké. Thanks for letting me know. Maar weet je, het is wel lekker dat we allebei zo hetzelfde zijn, dat we denken van, joh, boeien, als we morgen zin hebben, dan gaan we zo niet, ook best. Dus we laten het gewoon even op ons afkomen. Oh nee, er komt toch niet iemand naast ons staan. Oh nee. Zo, die California is lekker ook. Dit is genaaltje. Dat is ook even mijn face. Blij dat we ook even gewoon zo'n paar normale hebben. Dat altijd goed voor je is. Ongemakkelijk. Ja. Niet kijken, niet kijken. Oh. Fuck, waarom heb ik het gedaan? Keek hij terug. Het zit helemaal recht in zijn ogen. Toen ik keek, keek hij niet. Jongen, die soja, dat is wel echt... Zonde. Zo wat een grote. Oh, dit is zo fucking lekker. Ja, die hebben we ook nog. Deze is ook een beetje pittig. Ja, spicy tuna, hè? Maar niet heel erg. Oh, ik doe voor Californietje. Californietje. Oh, gembertje erop. Ja, we hebben 2 zakken soja, 2 zakken wasabi en 1 zakje soja. Leuk. Oh, er zijn er 2. Een paar sojaluurs. Ja, dat zou ook zijn. Ja, ik ook. Ik ga even nu een spicy tuna. Dat is dan even lekker de drinken halen we ermee. Ja. Misschien nog een frietje. Kan er altijd wel in. Het frietsausie. Of een kipnuggetje. Ik heb ook gewoon... Wij waren ook dus naar het strand en dan daarna dachten we gaan even eten halen. Gewoon, dan rijden wij ook gewoon. Ja. Het boeit ons niet waar we heen rijden. Ik ga daarvan een hapje van nemen. Ja. Zo, dit is best wel heel spicy. Welke? Die spicy tuna. Ja. Ik spicier als die ritoshi rol. Dit ziet er echt goed uit. Zo, knapperig. Dit is zo'n bakbouwbrood. Heel lekker. Vroeger had ik echt vaak van die bakbouwbroodjes, dus mag niet doen. Ja, ik ook. Die waren ook echt maar 80 cent of zo. En zo klaar. Heel dat papau zit om mijn tanden heen. Voor mijn gevoel. Al ongemakkelijk, we staan een soort achter op haar selfie. Wat is dat voor raar selfie? Een hele rare selfie te maken. Is ook wel pittig. Nou, ik weet niet of jij een scherp bent. Ja. Hoeft ook niet, jongens. Hoeft niet beter. Oh, ik zat even de saus hier. Ik vind dit lekkerder met eend. Peking eend. Lekker, hè? Dat is lekkerder. Zoveel mensen kennen dat niet. Fucking lekker zelfs. Waar heb ik dat nou een keer op dat ik echt... Oh, dat is zo lekker. Dat is lekker. Zo, dus ik dacht best pittig. Ik had net niet zo'n pittig happy. Ik dacht dat we niet veel hadden, maar ik vind best veel. Perfect. Ja, gewoon perfect. Gewoon echt best wel veel, ja. Ik dacht, we hebben even een happy, maar we hebben natuurlijk die hele box ook gewoon. Ja, maar als wij zeggen, we halen even een hapje, dan komt een hele menu ervoor. Stel, we hadden dit gehaald echt om het halen, dan hadden we veel meer gehaald. Ja. Dan was het te veel geweest. Wel echt goed, hoor. Ik mis toch wel wat te drinken. Maar we racen gewoon zo de eerste de beste make. Ja. Waarom blij ben je lekker ook met die rode ui? Ja, jij werd, zij ging er bijna... Ik werd helemaal niet goed. En toen dacht ik, ook moet echt zwaar vasthouden. Ja. Dan merk je dat we gaan lopen hangen en... Zeiken. De kut alleen maar. Ik wil niet bij een auto staan. Ja, ik wil nog niet naar de auto lopen. Er komt ook echt een gesprek naar boven. We zitten alleen maar echt zo dood. Heb jij niet de tippe pauw met tanden laten plakken? Ja. Daarom wil ik drinken. Lekker fantaatje. Wat drink jij eigenlijk? Jij houdt niet van frisdrank. Nee. Wat bestel je dan bij de Mac? Water. Goed. Of ijsje dan. Een smoothie. Ik ben meer van een smoothie dan of een ijskoffie. Ik wil eigenlijk wat drinken. We gaan naar de Mac. Ja. We gaan naar de Mac. Goedemorgen allemaal. Ik ben weer met Annie Wannie. Hey. En Anne en ik hadden gisteren natuurlijk al een beetje in de vlog gezegd. Maar we gaan naar Antwerpen. Yay! Helaas zonder Nina. Random. We missen Nina wel. Ja. Maar ja, Nina zit op dinsdag in quarantaine. Dus ja, we hadden echt gewoon geen idee dat we dit weekend gingen doen. Nee, want best wel veel van onze vrienden hebben corona. Ja, en zitten in quarantaine. Ja, dus ja, we dachten dit wordt echt een saai weekend. En we hadden het erover, we gaan gewoon lekker spontane dingen doen. En waarom gaan we gewoon niet doen? En we hebben gewoon slaapspullen mee, we hebben nog niks geboekt. Maar ik kan zo ook even op mijn telefoon kijken of we het vinden of in de stad, als we in de stad zijn. Dat komt helemaal goed. Yeah. Dan kunnen we ook even kijken waar we zitten, wat we leuk vinden. Wat een leuke plek is. Ja. Dat is een beetje lastig te zien. Maar goed, we gaan nu onderweg. Hoe lang is het reis dat er op het ding? Het staat 1 uur 50 minuten. Oh, nou, helemaal top. Ja. En dan gaan we even zo wat eten halen. Nog ook maar. Het is alweer bijna 12 uur. Woe, helemaal zin in. Ja, ik vind het ook leuk. Maar helemaal zin in. Ik had vanochtend toen wakker werd, dacht ik, waar begin nou aan? Ja, ik ook. Maar toen echt... ik eenmaal aan het klaarmaken was en mijn spullen ging pakken, daarom had ik nog niet het idee, we gaan 10 uur half wel weg. Ik had echt nog het idee, we gaan helemaal niet. Nee, we gaan helemaal niet. Ik dacht, hè? Maar we gaan wel. Ja. Dus, let's go. Oh, we hebben lekker Subway broodje. Allebei chicken teriyaki. Yum. Oh, we hebben lekker springeltjes. Anne heeft lekker koffietje. Wat is het drinken? Oh, dat ben je opgelegd. Ja. Lekker? En een theestesje, kleine theestesje. Komkommer zag inderdaad echt fucking goor uit. Ja, een soort uitgedroogd. Ja. Oh, dat is heel lekker. Wil hem ook even dit. Eén kant openmaken. Het ziet er ook heel erg geweldig uit. Maar we hebben ook echt honger. Ja, hoe laat is het alweer? 1:30 of zo. Die is lekker. Ja, je ziet. Dat dacht ik al. Allemaal jalapenos erop. Maar daar is natuurlijk wel weer veel van op. Ja. Ik heb lekker met guacamole. Ook lekker. Maar, die combinatie tussen al die teriyaki, guacamole en de chipotle is lekker. Ja? Hoe heet het? Die teriyaki is ook lekker sausje op hoor. Als ik iemand zo'n broodje zie maken, wil ik het eigenlijk liever niet zien. Nee, maar nu is het lekker. Ja, nu is het lekker. Maar als je het ziet, denk ik echt... ligt dat zo'n beetje in zo'n dode vitrine. Ja, en dan wil je eigenlijk even wat meer kaas, even wat meer kip. Kom op, pleur op dat broodje. Ja. Voor je hele oude. Maar boeien. Die had ik echt heel erg nodig. Maar mij is het zelfs een beetje pittig. Als je teriyaki denkt. Oh, chipotle. Ja. Ik wist helemaal niet wat het was, maar ik wist dat jij het ging nemen, dus. Ik dacht, ik neem het ook. Nou. Je hebt ook bij mensen die dus alleen maar koude broodjes bestellen. Kan dat? Ja. Gewoon, zeg maar, een broodje met ham, kaas, tomaat. Gewoon een broodje gezond bijvoorbeeld. Dat zou ik echt nooit van nemen. Nee. Wat zit er nou naast dan? Burgers fried? Ja, burgers fried chicken. Burgerstack. Oh ja, burger. Ook lekker, maar... Het is wel nieuw uit het gebouw. Ja, het is best wel nieuw. Hoe lang moeten we nog rijden? Ongeveer een uur of zo? Ja. Ik ga kijken of de file erbij is. De moeder zei het al, van het is fucking druk denk ik. Was het Kammerpoorten? 54 minuten. De file is veel minder geworden. Ja. Hey, dus we hebben nog een soort goed uitgetipt ook. Maar helemaal vrouwtje. Ik ook, helemaal vrouwtje weer. Oh, mijn koffie staat ervoor, zie je het? Ja. Oké, ik ga rijden. Ja. Ik vind die chicken teriyaki echt lekker gaan. Ja, heel lekker. Oké, we zijn aangekomen in het hotel. We hebben het echt fucking last minute geboekt in de auto. Hoe duur was het nou? 170, dus 85 per persoon. En het zit midden in het centrum, gewoon niet normaal. En een parkeergarage ernaast. En het is cute! Het is niet normaal, dit is gewoon precies wat je wil. Hier komen we dus binnen. Dan heb je hier dus eigenlijk een soort van de wastafel met een super chille spiegel waar je echt fucking chill kan opmaken. Zo lekker gezellig ook midden in de kamer opmaken. Ja, dat was leuk. Wat heb jij nou op je neus? Nee, dat heb ik op mijn neus. Ik denk, heb jij nou zo raar zitten contouren dat ik niet gezien heb? Nou, dan is dit zo de room. En weer een lekker bankje. En een heel schoon lekker bed. Het ziet er allemaal echt top uit. En dan zitten we dus aan een winkelstraat of aan een leuke straat met een balkonnetje. Kijk hoe leuk. Helemaal amazed. Heb je hier dus het bed. Dan denk je, hè, waar is de badkamer? Nou, die zit verstopt achter deze deur. We hebben zelfs een bad, een lekker douche en een wc'tje. Nou, ik vind het helemaal cute. Helemaal de shit. Helemaal de shit. En je hebt hier dus ook gordijnen, dus je kan het ook nog helemaal zo... Zo'n saar weet ik ook mee, hè? Die vond ik op mijn kamer. Ik kan 15 foto's maken. Leuk, ik heb ook mee. Nog maar 3 of zo. Oh, maar dit is volgens mij van Gerso nog. Geprint. Nooit gemaakt ook. Ja, maar ik heb er 15. Op Gerso gemaakt? En deze is nieuw. Oh, kijk, je hebt hier dus ook nog een heel gordijnen-ding. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik weet wel wie hier foto van maakt. Kijk hoe leuk met die gordijntjes zo. Ja, dat is echt heel schattig. Cute. Nou, de girls hebben zichzelf weer even geflikt. Oh, ben je kopje nog nat? Dat zet iets mee. We kunnen hier lekker uit eten. Heerlijk. We gaan nu even lekker shoppen. En dan... Eten, ja, ik doe dus mee in Dry January. Maar ik heb besloten. Nou, wel. Oh. Maar ik wil zeggen dat ik vandaag 1 dag niet mee. Alleen vandaag. Ja? Ja, ik ga op zo'n 4e verjaardag heel misschien. Maar daarbuiten ga ik het echt niet doen. Als je 2 jezelf Je mag al 1 of 2 jokers hebben, toch? Oké, je hebt een joker. Ja, jokers zet ik in. In de eerste week! Nee. Oh ja. Oeps, gaat lekker. Maar ja, je leeft maar 1 keer. Leef mijn fucking best life. Oké, het is echt kut weer. Het is alleen maar aan het regenen. Maar we waren hier even in de winkelstraat. En we gaan nu even... Niet normaal druk. Niet normaal druk. Overal rijden, nou mij niet bellen. Zeker niet in de regen. We gaan morgenochtend gewoon lekker. Maar we gaan nu even het terrasje opzoeken. Toch? Ja. Gaan we terug daarheen? Whiny, whiny, whiny. Vino! Oké, jongens. We zitten op het terras. Bij, ik weet niet waar. En ik heb officially Dry January gejokerd. Gotcha! Ah nee, dit is eigenlijk best wel dom. Triest. Nou, het is gewoon triest. Maar ja, het is corona, het is lockdown. Heb ik een keer de kans om op het terras te zuipen en dat doe ik het niet. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon triest als je dat doet. Ja, lekker. Lekker. Yum. Lekker eten. Dankjewel. Dank je. Maar ja, hè? Wat doe je eraan? Gewoon genieten. Ja. Ik zit er ooit van jouw aandacht staan. Hoi. Fuck me dan. Nee. Doe je sjaal aan of om? Om je heen. Nee, om. Ik heb me opgemaakt opnieuw. Voor de 5e keer. Anne ook. Ik heb een nieuw geil sexy topje aan. Ga fucking leuk uit eten. Nee, ik voel de sjaal niet. Oké, no sjaal today. We gaan lekker uit eten. Woe, in een grot. Ja, in een grot. Ik hoop dat we niet meer trappen aftieven. Die trappen stijl echt Holland. Ik zweer het je. Anne en ik hebben echt zo zeker niet gedronken. Echt. No Dry January. Nee jongens, we zitten echt in een te leuk restaurant. Het is echt in een soort secret. Ik denk niet dat veel mensen hier nooit komen. Ik denk dat je hier niet zo komt. Maar je moet het weten. Je moet het weten en Anne wist het. Heel schattig straatje in Antwerpen. Ik zal hier even een filmpje doen. En het is echt in een stad. In een kelder. Het is gewoon in een kelder. Het eten voor een man in een grot. In een grot. En die man zit daar gewoon op het vuur allemaal eten te maken. Het ziet er zo leuk uit. En daar hebben we dus een open haard. En daar maakt hij altijd eten op. Echt te leuk. We hebben allemaal lekkere dingen besteld. So I can't wait. Soapkatten. Drunk soaper cat. Oh nee, dit is niet. Dit is een mokernatte teddybeer. Ik ben gewoon zeiknoot. Oké, maar we zijn ons hotel kwijt. Kijk, we zijn bij Nina's winkel even gestopt. Ja, de hoede shop. Nina is zeg maar een hoede freak. Hè? We dachten gaan een hoedje kopen, maar hij is niet open. Hoedje van papier. Ja, dit is zeg maar de situatie. At the moment. En ja, we kunnen ons totaal niet vinden. Oké, laten we even helder nadenken. Ja. Dan kan ik nu met de rank op. Bye! Nee. Het lukt me niet, doe even. Google Maps. Het lukt niet. Hij zegt dat we weer de armen moeten. Wat is Google Maps eigenlijk? Wij gaan niet in. Goedemorgen allemaal. Het is... Zondag. Nou, ik heb nog nooit zo geflikt gezien op zondag. Holy shit. Ik dacht echt niet, het voelt niet als zondag of zo. Maar goed, we gaan lekker shoppen today. En we gaan eerst even ontbijten. Opgemaakt. Ik heb deze truienjurk aan met een panty. Laarzen weer. Helemaal leuk. Het is echt een chille hotelkamer. Het zit echt lekker in de stad. En lekker badkamertje. Helemaal top. Maar goed, wij gaan nu even uitchecken. En dan spullen bij de auto leggen. En dan gaan we even ergens zoeken om te ontbijten. Oh jongens, ik word zo blij van dit weer. Het is zo lekker weer. Gewoon lekker de zon schijnt. Het is niet heel koud of zo. Helemaal niet. We gaan nu even een ontbijtteentje zoeken. Kijk hoe geweldig lekker weer. Zo. Het is inmiddels 15:15. We hebben eigenlijk een beetje rondlopen, struinen. Een beetje winkeltjes ingaan. Sommige zijn ook niet open. Ik heb geen leuke winterjas gevonden nog. Ik heb wel een riem gekocht bij de Annem. En een hele leuke foto gemaakt voor mijn Instagram. En ja, we weten niet echt nog wat we kunnen doen. Dus we hebben ook geen honger nog. Dus we gaan denk ik gewoon zo. Ik wil eigenlijk even... We zijn toch een beetje dood van gisteren. Ja, beetje kater. Een beetje aangeslagen. Maar is het open of niet? Is het ook niet? Weet je wat ik misschien wel wil voor een auto? Een Starbucks. Maar gaan we dat hier halen? Ja, maar onderweg ga je dat niet vinden hoor. Oké, dan heb ik echt niks in. Alright, we zitten in de auto. We zijn namelijk een beetje zat. Ik snap er echt geen klote van. Nou, bij jou staat er 4 uur naar huis. Doe even op die andere maps, niet op deze. Antwerpen low emission. We zaten een beetje doelloos door die stad heen te lopen. En we zaten gewoon zat. Dus hoe heet die andere? Kaarten of zo? Ja, het was wel echt super gezellig. Ik vond gisteren echt fucking leuk. Auto rijden en dan gaan we ondertussen nog sowieso wat eten halen. Lekker frieten. 1 uur 35 minuten. Zo, dat is snel. Ja. 1,5 uur gewoon. Woejoe. Nou, chill. Hoe gaan we hieruit? Oh, zo. Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer maandag. Gisteravond thuis gekomen. Ik was eigenlijk helemaal kapot. Ik ben in bed in gaan liggen en lekker serietje gaan kijken. Stan is nog gekomen. Toen hebben we nog een filmpje gekeken. En zijn we aan gaan slapen. Dus ja, eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Lekker spontaan tripje naar Antwerpen. Was echt super gezellig. Ja, ik denk dat ik hierbij gewoon de vlog afsluit, want het is alweer maandag, dus volgende week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet mij te supporten door een blauw lampje omhoog te geven, op mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk met de volgende Instagram als je nog meer van me wilt zien, dat is gewoon @samenvoort. Heel erg bedankt voor het kijken en see you next time. Bye bye!